Zojuist is een nieuw naambordje onthuld en wel met de naam Sint Titus Singel. En dat is, de aanleiding is dat het vandaag precies een jaar geleden is dat Titus Brandsma heilig verklaard is. Dus dat is eigenlijk een activiteit binnen de katholieke kerk. Maar ook de gemeente Nijmegen wilde Titus Brandsma een speciale eer geven. En heeft ervoor gekozen om een singel naar hem te noemen. En de onthulling van die naam is vandaag gebeurd. Titus Brandsma is in zijn tijd een belangrijke man geweest. Onder andere door zijn verzet in de Tweede Wereldoorlog. Hij is heilig verklaard omdat hij eigenlijk een heel bijzonder leven geleid heeft. De heiligverklaring is in principe gericht op gelovige mensen. Dat je iemand die heilig is, daar neem je eigenlijk een voorbeeld aan. Dat hij een manier geleefd heeft die heel inspirerend is voor mensen. Dus hij was een gelovig man en hij leidde een leven wat eigenlijk bewonderenswaardig is. En dat van hem is onder andere getypeerd door het feit dat hij in de oorlog heel duidelijk tegen de nazi-ideologie was. Ik vind het heel belangrijk om de heilige Titus Brandsma te kunnen eren met de Sint-Titus-singel. En dat heeft te maken met dat jaar Nijmegenaren, die hebben hem in 2005 de allergrootste Nijmegenaar aller tijden genoemd. En ik kan me daar iets bij voorstellen. Hij was zowel verzetsheld als dat hij natuurlijk hoogleraar was in de tijd aan de universiteit. In de tijd dat de universiteit Nijmegen groot maakte. Maar ook in de tijd dat de universiteit onder druk stond door de bezetter. En ik denk dat hij bij heel veel Nijmegenaren ook resoneert. Omdat hij uiteindelijk stond voor sociale rechtvaardigheid. Hij streed tegen racisme. Hij streed tegen uitsluiting. En uiteindelijk heeft hij dat ook met de dood moeten bekopen. Want de nazi's hebben hem vermoord. Nou, hij is vorig jaar, precies een jaar geleden, is hij heilig verklaard. Dus dat we dat nu kunnen bekronen met de Sint-Titus-singel, dat vind ik wel erg mooi. De weg die deze naam gaat dragen is de weg over de Waalbrug. Het is geen toeval dat deze weg deze naam heeft gekregen. De Waalbrug, die kent iedereen natuurlijk, echt een van de iconen van Nijmegen. Maar de weg over de Waalbrug, die heeft nog geen naam. Dus die gaan we nu de Sint-Titus-singel noemen. Daarbij sluit hij bijna aan op de Petrus Canisius-singel, de andere grote heilige van Nijmegen. En aan de andere kant op de Prins Maurits-singel. Dus hij ligt tussen grote voorvaderen. Het is eigenlijk wel heel mooi dat hij een straatnaam gekregen heeft die gaat over de Waal. Dus de weg over de Waalbrug, die heet nu Sint-Titus-singel. En dat is eigenlijk wel heel mooi symbolisch, omdat Titus Brandsma ook een mens was die heel erg mensen met elkaar verbond. Hij hield niet van vijandschap, hij probeerde mensen tot elkaar te brengen. En dat is eigenlijk ook wat een brug doet, die verbindt twee verschillende kanten met elkaar. En in zekere zin was Titus ook zo iemand, was een soort bruggenbouwer zou je kunnen zeggen.